Binnen de aannemerij word je ingehuurd voor allerlei handen van klussen en maakt het ook niet veel uit wat voor expertise. Maar bij mij draait het toch wel vaak om technisch management, projectmanagement en omgevingsmanagement. Een beetje die driehoek. Ik ben Peter Luitjens, inmiddels zo'n 20 jaar werkzaam voor Balance als projectmanager. En momenteel werk ik hier voor de Lingense Alliantie, een spoorproject. We staan hier op het nieuwe perron van station Geldermalsen. Dit hebben wij een maand geleden opgeleverd en in dienst genomen. Het is een spoorproject. Het is in die zin een beetje een bijzonder spoorproject, want het is een alliantie tussen ProRail en de aannemers Mobilus en Dura Vermeer. Wij bouwen hier het spoor zodat dat geschikt is voor 6 treinen per uur per richting. In de alliantie ben ik werkzaam als de technisch manager van de alliantie. En daarnaast ben ik de gevolmachtigde van de uitvoerend aannemer. Binnen de alliantie heb je dus de alliantieorganisatie die het ontwerp maakt en de uitvoerend aannemer die dat vervolgens gaat bouwen. En ik heb dus in die zin een dubbelrol dat ik zowel voor de alliantie als voor de uitvoerend aannemer werk. Wij bij Balance, wij weten dingen omdat we het gedaan hebben bij allerlei klanten. En dat maakt dat we vanuit ervaring onze klanten kunnen ondersteunen. In die zin wat anders dan vanuit de boeken of vanuit zelfbedachte producten. Maar nadruk op, wij hebben het ervaren, we hebben het meegemaakt en we weten hoe de hazen lopen.